De documentaire Piet is weg gaat over de vermissing van Piet Beentjes. Hij verdween in 1987 op Texel. Zijn zus Toos is 30 jaar lang op zoek geweest naar de waarheid. In deze documentaire krijgen we een inkijkje in de raadselachtige wereld die Toos betrad nadat haar broer verdween. Vandaag spreek ik met Jaap van Hoewijk over zijn documentaire Piet is weg. Ik realiseerde me vorig jaar dat Piet inmiddels langer vermist is dan hij geleefd heeft. Dus voor mij is Piet heel erg mijn vermiste broer. Maar ik heb hem ook nog wel heel goed op mijn netvlies. Hi. Hoi. Ik ben Eva. Hi Jaap. Het is inmiddels 30 jaar geleden. We zijn nu ook op de boot waar toch het een en ander begonnen is eigenlijk. Hoe ben jij op het idee van deze film gekomen? Ik las een stukje van in de krant, in het NRC, over een vermissingszaak. Mm-hmm. En dat trof zo goed wat een vermissing is. Het is namelijk een niet weten. Je denkt erover als een gebeurtenis, maar die ken je niet. Ja. En dat vond ik dat Raymond van der Boogaard had dat geschreven. Dat hij dat ontzettend goed had getroffen. En dat het hij noemt iets van, het is onverdraaglijk en toch gebeurt het. En mensen die achterblijven, die weten ook niet wat ze moeten voelen. Nee, want je weet niet wat er gebeurd is. Moet je nou boos zijn, moet je verdrietig zijn, je weet het niet. En daar besloot jij een film over te maken? Ja. Nou ja, ik wilde eigenlijk een film maken over die zaak die in die column stond. Ja. Dat heb ik uiteindelijk laten varen omdat er kleine kinderen in het spel waren. Nou, dat is niet verstandig. Dan heb ik een oproepje geplaatst op een site voor vermissers, achterblijvers na vermissing. Ja. En toen kreeg ik een mailtje van Toos Beentjes, die geen lid was van die vereniging. Die zei, ik las uw oproep. Mijn broer is al 30 jaar vermist. Zullen we eens koffie drinken? En ik dacht, dat is allemaal veel te lang geleden. Ja, hoe dacht, ga je een zaak van 30 jaar geleden? Ja, maar ik dacht, dat is helemaal niet geschikt voor de film. Nee. Maar toen ontmoette ik haar. En toen had ik eigenlijk binnen 5 of 10 minuten, denk ik van, dit is de goede vrouw. Oh, maar wat was het dan in haar verhaal of in het was haar? Ze zei eigenlijk vrij snel van, dat lag eigenlijk op het puntje van de tong. Ik ben de laatste levende van ons gezin. Als ik nou dadelijk dood ben, dan weet niemand meer dat Piet zelfs maar bestaan heeft. Nee. En van zijn vermissing weten ze niks. En dat kon ik me heel erg voorstellen. Ja. Dus toen dacht ik van, volgens mij zit hier een film in. Dus toen heb ik haar gezegd van, denk erover na of je dat zou willen overwegen. Ja. Je hoeft me nou het verhaal niet te vertellen. Dus jij wist eigenlijk het hele verhaal nog niet. Maar nee. Jij had gewoon zo'n sterk gevoel. Ja. Omdat, dat thema van niemand weet. Ik kon me dat zo voorstellen. Ja. Ik denk, dat is een vreselijk gevoel gewoon. Ja. En toen, na een paar dagen belden ze op. Van, ik wil het wel doen. Toen heeft ze me het verhaal verteld. En toen viel ik van mijn stoel. Wat is dit nou? Toen we hoorden van de boot naar Texel. Texel moet hij op Texel. Want, zover wij weten kende hij daar niemand. Ik heb hem er nooit over gehoord. En dan dat hele rare gedrag. Ik denk, een ongeluk lijkt me heel onwaarschijnlijk, zeker op Texel. Ik denk, waar blijft zijn lichaam dan? En dat heb ik ook een beetje met die zelfmoordtheorie. En ergens heen om een ander leven op te bouwen. Ik denk, dan ga je niet naar Texel. En als ik er zelf aan denk, denk ik heel vaak van, god, er moet iets gebeurd zijn wat Piet niet wilde. Dat is wat ik vaak denk, ja. Hoe ben je begonnen met deze film? Je had Toos, maar dat was het Toos. Zo ongeveer. Ik ben eigenlijk direct op zoek gegaan naar een politiedossier. Dat bleek onvindbaar. Pas na een jaar of zo is er iets boven water gekomen. Van het politiebureau vermiste personen Noordzee. Dat is het enige wat er nog is. En ik ben via de politie geprobeerd met die oud-politieman, die regisseur, in contact te komen. Dat heeft ook vrij lang geduurd. Ja, die research heeft al een jaar geduurd voordat ik al die mensen te pakken had, zeg maar. Wat was je criterium voor het zoeken naar die mensen? Nou, ik dacht eerst, die mensen hebben? Ik moet het integrale leven van Piet Beentjes hebben. Maar ja, het is te van veel. Geboorte tot, tot het laatste nu. Moment. Ja. Tot in en nu.
Uiteindelijk heb ik dat min of meer beperkt op mensen die, hetzij een wat grotere rol hebben gespeeld bij zijn vermissing. Die getuigen zijn geweest, die we op het laatst hebben gezien. En mensen die wat meer zijdelings betrokken zijn. Ja. En het was ook niet mijn doel om die vermissing op te lossen of zo, helemaal niet. Geen spoorloos te maken of wat dan ook. Maar ik wilde blootleggen wat er nou was gebeurd. Wat ik eigenlijk wilde met die film is dat je uiteindelijk een beetje, als kijker, in het hoofd van Toos kan kruipen. We kwamen op Texel aan. Ik weet nog best. En ik kon het over de portofoon. We begonnen de boot te lossen, zowel beneden als het bovenautodek. Ik had toen die dag op die morgen het bovenautodek. Mijn collega Kees, de ridder, had het benedenautodek. En Kees die moet de spandraden van de bolder, om de bolders heen leggen. Waarop Kees naar de verkeerstoren roept wat ik nou toch voor man achter me heb staan. Hij zit met een zonnebril op, een korte broek. En ik heb al gezegd dat hij hier niet mag komen en hij reageert niet. Nou, hij gooit de boot vast. En nou, dat is ook wat, hoor ik hem nou roepen naar de verkeersleider. Hij gaat over het barkhout, dus dat is de stootrand aan de buitenkant. Aan de buitenkant van de boot en tussen de palen van de vuikwand liep hij een 10, 15 meter naar achteren. Nou, en dan hoor ik Kees zeggen over de portofoon. Nou, dan klimt hij tussen de palen klimt hij omhoog. Nou, zeg. En dan zie ik hem over de vuik. En dat heb ik dus niet gezien, maar dat hoor ik hem zeggen. Ging hij erachter, achter de toren langs, achter de heftoren langs. En zo is hij de wal opgekomen, op Texel, de boot afgekomen dus. Op een hele vreemde manier. Waarom springt iemand zomaar een kade op? Hij was er bijna. Ja, waarom springt hij eraf? Ik heb geen flauw idee, want je hoeft niet je kaartje te laten zien. Als je geen kaartje hebt, kan je er gewoon aflopen. Haast lijkt me sterk, want hij was er bijna. Angst? Ja, dat kan natuurlijk. Was hij dan het toch? Zegt ook een meneer, een oud huisgenoot van hem. Dan moet je achterna gezeten zijn. Ja. Dat kan natuurlijk. Ik dus ben nog lang niet uitgepraat, Jaap. Dus laten we een plekje zoeken waar we gewoon rustig lekker verder kunnen praten. Over deze toch wel heel intrigerende zaak en je film. Ja, ja, het is een rare zaak. Ja, absoluut. Hoe heb je de vorm voor deze film gekozen? Wat ik eerst heb gedaan is eigenlijk de boel gaan ordenen. Toos die had een koffer met documenten. Ja. Die heb ik allemaal mogen scannen. Die heb ik allemaal op datum gesorteerd. Dat je gewoon door de documenten hebt. En dan komt er eigenlijk automatisch een soort tijdlijn uit. Van oh, toen heeft ze dat geprobeerd, toen dat. Er zit niet zoveel in de film, een beetje. En dan, ja, in het begin ben je nog heel breed. Denk je van, ik moet heel die tijdlijn vullen met mensen. Ja. Ik wil dat allemaal vertellen, maar ja, dat kan helemaal niet. Ik had contact opgenomen met de TESO. Mm-hmm. Van, zijn er nog oud-werknemers? Ik zoek eigenlijk de oudste. Ja. En, nou, maar ze konden niemand vinden. En zij staat op een goede dag dat artikel wat ik had gestuurd te fotocopiëren. En dan komt een man bij de staan van, hé, daar ken ik de verhaal. Die gozer heb ik gezien. Nee. Dus toen belde hij me. Zo ging dat. Dat is eigenlijk dus geheel toevallig? Ja, het is natuurlijk wel toeval, maar ja, je probeert er zoveel mogelijk deuren tegelijk te rommelen. Ja. Om je kans groot te maken dat je mensen vindt. Dat is best een gedoe. En oproep in de krant, een radio-uitzending. En, ja, om maar mensen te vinden. Veel mensen zien we in je film aan het woord. En die worden eigenlijk allemaal in een redelijk statisch kader geplaatst. Waardoor ik bij het zien van je film het idee had, dit is een soort van verhoor. Heb je dat expres op die manier gedaan? Of? Nee, het was een idee van de cameraman. Waarom vertellen ze het niet gewoon aan de kijker? Ja. Recht in de lens laten kijken. En ik wil gewoon de feiten horen. Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien? Hoe gedroeg hij zich? Wat deden we jullie thuis? Ik kwam binnen en toen. Nou, eigenlijk zo neutraal mogelijk. Was het lastig om neutraal te blijven? In deze gesprekken? Ja, nou, het is natuurlijk moeilijk. Ik ben ook maar gewoon een mens. Ja. En ik ga ook puzzelen en denken en doen. Het zit toch in je aard om eigenlijk dit te willen oplossen? Tenminste, dat, ja, maar dat ja, kijk, dat, ik zal het dan op willen lossen en jij misschien ook. En ja, dan kijk ik misschien ook wel. Maar als je je verplaatst in Toos Beentjes, bedoel, voor haar is het relevant om het op te lossen. Voor ons is het eigenlijk alleen maar spannend.
Dit is haar werkelijkheid. Zo leeft ze al 30 jaar, in die werkelijkheid. En dan van het kastje naar de muur worden gestuurd en van brieven van de hoofdofficier van justitie die gewoon zeggen, ja, het is begrijpelijk dat u zich nu kunt neerleggen bij de vermissing van uw broer. Maar we hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag. Maar ja, was dat is natuurlijk een klap in je bek, van heb ik jou daar. Ja. De rechercheur die in je film zit, die vertelt over de zaak, die ook aan de zaak gewerkt heeft. Mm-hmm. Was het lastig om zijn medewerking te krijgen? Het was vooral lastig met hem in contact komen. Oké. En ik wist niet waar hij woonde. Ik kon hem gewoon niet vinden. En toen heb ik een brief gestuurd opgestuurd naar de politie met het verzoek dat door te sturen. Ja. Zodat het hem vrij stond om te reageren. Ja. En dat deed hij. En toen hebben we een gesprek gehad. Toen had hij wel wat aarzelingen. Maar uiteindelijk zei hij van, ik zal het je gewoon vertellen. Ik ben alleen maar op zoek wat er gebeurd is, meer niet. Wat u heeft gedaan. En ik heb ook verzocht om zo'n opsporingsbericht naar het journaal van de gemeentepolitie vraagt u aandacht voor het volgende. Maar dat kon niet. Mijn broer zou niet aan de criteria voldoen. En wat zijn die criteria? Geen idee. Ik weet ook niet meer wat het toen was. Alleen deze vermissing voldeed daar niet aan. Dat waren toen de tijd natuurlijk nogal best wel strenge criteria. Ja. Om te voorkomen dat ieder journaal afgesloten werd met de vermissing. Dus er worden nogal wat mensen vermist zo op een dag. En daar kun je niet iedere dag het journaal mee lastigvallen. Die eerste 48 uur zijn natuurlijk belangrijk. Maar binnen 48 uur is bijna iedereen weer terug. Dus wat moet je als politie doen? Ga je 98 of 99% van je vermogen bijvoorbeeld al weggooien? En je weet dat gros terugkomt. Maar om het goed te doen, moet je eigenlijk gelijk gaan zoeken. Maar dat kan niet. 50 per dag, dat is niet te doen. Dus dat is voor de politie ook ontzettend echt een probleem. Ja. Maar daar hebben ze ook geen oplossing voor. Maar het schrijnende is wel in dit geval dat Toos 30 jaar lang heeft geprobeerd van, kijk nou eens naar die zaak. Zoek het nou gewoon uit. Hoe reflecteren zij daar zelf op? Behalve het eigenlijk te relativeren en te zeggen, ja, er zijn gewoon zoveel zaken. Noemden ze. We hebben ze namelijk wel gesproken erover, uitvoerig. Toen we vroegen naar het dossier, ja, dat werd ons letterlijk gezegd. Piet Beentjes is bij ons ook vermist geraakt. Het is zoek. Het is weggegooid. Is het weggegooid? Ja, dat gebeurde wel vaker in die tijd. Ik zeg maar toch niet bij onopgeloste misdrijven en vermissingen. Nou, toen was het antwoord, het wordt nu gedaan door mensen die er wel passie mee hebben. Mm-hmm. Ook in die woorden. Weet je, ik leefde misschien wel in de stomzinnige verwachting dat als het echt misgaat met je, dat je dan terug kan vallen op de overheid. Ja. Nou, dat weet ik niet. Je moet ook een beetje geluk hebben. Heeft de politie de film gezien? Ja. En? Nou, ik kreeg eerst complimenten en toen begonnen ze met maar. Het is natuurlijk geen succesverhaal. Geen reclame. De politie heeft niet gezegd, dankjewel voor de film, we gaan er weer mee aan de slag. Tegen mij niet. Ik heb gewoon zin om dit op te lossen. Ik heb zo'n onbevredigend gevoel na het zien van de documentaire. En ja, maar dat is goed. Dat is goed. Dat is waarschijnlijk je bedoeling geweest. Ja. Want dit is het leven van Toos Beentjes. Die misschien elke dag met dit gevoel zit. Ja. Maar het is zo frustrerend. Ja. Het kan bijna niet voor je gevoel. Er moet iets en toch gebeurt. Hij doet een van jullie de badjas aan. Dan gaat hij naar de keuken, ja. Vindt een blik nasi, ja. Gaat het opwarmen, bakt er een eitje bij. Ja, zoals je het verhaal nu vertelt, is het net alsof hij bij ons kind in huis zou zijn. Dat zou je denken? Ja, maar dat is dus absoluut niet waar. Wij kennen die jongen dus echt helemaal niet. Want dat wij later erachter kwamen dat hij dus vermist werd. En toen een foto erbij, toen zeiden we van ja, nou, dat is de jongen die bij ons in huis geweest is. Dus we hebben contact gezocht met de politie op dat moment in de Helder. Want daar kwam de jongen natuurlijk vandaan. En die hebben gebeld en een afspraak gemaakt. En daar zijn we gewoon heen gegaan. Met dat plastic tasje met zijn kleren. Ja, en voor de rest herinner ik me dat we daar op het bureau hebben gezeten. En dat er allemaal aantekeningen zijn gemaakt. En voor de rest, we houden nu op de hoogte.
Nou, dat is amper gebeurd. Ik had het gevoel dat je in het gesprek met Cor, de man die hem daar aantrof in zijn huis, heel fel werd. En achter de waarheid probeerde te komen. En dat was het eerste moment dat ik dacht, ja, wat gaat er eigenlijk door het hoofd van deze maker heen? Wat is zijn motivatie? Was dat ook zo? Wilde jij daar achter de waarheid komen? Dat hebben we met hem afgesproken. Ik heb met hem afgesproken van Cor, ik leg je dan, we hebben wel langer met hem geïnterviewd natuurlijk. Je moet je kunnen verdedigen. Want ik kan hem wel zo alleen maar de feiten laten vertellen. Maar ik weet niet of dat verstandig is. Dus laat hem dan maar uitleggen waarom hij niet gewoon op straat heeft gezet. En dan geeft hij, vind ik, een hele mooie reactie op. De jongen was veel te lief, dat deed hij niet met hem. Ja, dan mag je van denken wat je wil. Maar dat hebben we gedaan, dat hebben we echt afgesproken met Cor. Van, ik bevraag je nu kritisch. Waarom bij hem wel? Om hem een kans te geven zich te verdedigen. En bij de regisseur heb je dat niet op die manier gedaan? Was hij, nee, daar was ben Cor ik gewoon misschien zeg maar, de enige die misschien het meest verdacht was in je film? En wilde je dat voorkomen? Ik wil niet wijzen naar mensen. Daar hebben we justitie voor en politie. En nee, helemaal niet. Ik was heel erg blij dat hij gewoon meedeed. Ik denk, nou, dat zal wel weigeren. Nee. Cor had toenertijd een partner. Die wilde per se niet in jouw film? Nee, die wilde niet meewerken. Wekte dat misschien nog meer jouw interesse? Nou, dat vind ik een lastige vraag. Kijk, die meneer heeft dat recht om dat te doen. Ik heb hem meermalen benaderd en gevraagd van, goh, wilt u het toch niet overwegen? Ja. Nee. Dus ja, daar moest ik het mee doen. En ik heb het 3 keer gedaan. 3 keer heb ik hem benaderd, ook tijdens de montage nog. En hij bleef bij zijn standpunt. Nou, dat is een goed recht, dat mag hij. Dat is een boek. Dat speelt in 1987. Het gaat over een homoseksuele jongen die op Texel verdwijnt. Die op het strand 2 homoseksuele mannen tegen het lijf loopt. Waarvan er 1 Dieter heet. Echt waar? Ja. Van qua leeftijd kan het. Het is precies hetzelfde geboortejaar ook. Ga ik het toch lezen? Al die raakvlakken. Ik dacht, dit is zo gek. Het lijkt wel alsof het over mijn broer gaat. Een vermissing, Texel, 1987, homoseksuele mannen. Kunstzinnig milieu. Ik heb het niet meer helemaal paraat. Het is lang geleden dat ik het gelezen had. Maar ik was daar toen helemaal, ook een beetje door van slag. Van, dit kan toch geen toeval zijn? Dit is iemand die het verhaal kent, dacht ik, toen ik het boek gelezen had. Wat gebeurde er bij jou toen je erachter kwam? Er bestaat een boek geschreven. Nou, ik zou je zeggen, ik moest een filmplan schrijven natuurlijk voor het Filmfonds, voor de Mediafonds. Ja. Ik heb het boek eruit gelaten. Ik denk, daar geloven ze het niet meer. Ik wist wel. Ja. Ik denk, ik ga het ook filmen. Maar ik heb niet een plan gezet. Om niet de schijn te wekken van, nou, die filmwerk is. Ik dacht toen dat boek ineens tevoorschijn kwam in je film, dacht ik, oké, nu gaan we richting de oplossing. En we hebben over die scène, eigenlijk over dit verhaal binnen je film, hebben we een kijkersvraag. Wat mij integreert in jouw film, is het boek, die roman. De omstandigheden, de personages, synchroon aan de verdwijning van Piet. En dan is het de bekendheid van die schrijver met het eiland. Hij is homofiel, net als die 2 mannen op Texel. Dit levert zoveel nieuwe aanknopingspunten. Waarom heb je niet doorgevraagd? Dit verhaal schreeuwt om doorvraag. Ja, ik snap wat de meneer zegt. Waarom heb je niet doorgevraagd? Maar dat was dan net het idee. Ik heb gewoon gevraagd van, er zijn een aantal parameters die zijn gelijk. Dat is wel toevallig. Ik zei, ja, dat is toeval. Maar je snapt deze reactie wel. Maar natuurlijk. Ja. Ik heb ook tegenover die schrijver gezeten de eerste keer. Toen ik op bezoek was, zei ik, heb een heel stomme vraag. Maar bent u Piet Beentjes niet toevallig gewoon? Dus ja, sorry dat ik het vraag, maar hij zei nee. Maar die man was zelf ook geschrokken. En hoe moet ik dit verder uitzoeken?
Wat moet je dan doen? Ik weet het niet, maar iemand moet dit uitzoeken. We hebben nog een kijkersvraag. De film maakte me vaak boos. En ik denk dat dat een goed teken is, want dan doet het iets met je en dan zet het je aan het denken. Mijn vraag gaat over het einde, want het was nogal abrupt. Ja, voor mij kreeg ik weinig antwoorden in deze film en heb ik heel veel vragen erbij gekregen. Dus hoop jij nu dat er een of andere Peter R. de Vries opstaat die niet denkt van dat onderzoek dat is echt belachelijk gedaan door die politieagenten en ik ga dat nou echt oppakken en ik ga het tot de bodem uitzoeken. Ja, hoe loopt dit af? Hoe gaat dit verder? Ja, ik zou het natuurlijk niet kunnen zeggen, maar ik hoop dat de mensen die film hebben gezien, we hebben de website ook genoemd van Toos Beentjes, pietbeentjesvermist.nl, waar mensen kunnen reageren. Buiten de politie om kunnen mensen gewoon, als ze iets te vertellen hebben, daar zit Toos om te schreeuwen natuurlijk. Ja. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet in het openbaar. Ze wil gewoon weten wat er gebeurd is. Toos heeft de film gezien, neem ik aan. Wat, ja. Wat vond zij van deze film? Wat... Nou, de eerste keer kon ze er... het is natuurlijk heel confronterend om gewoon je hele leven ineens zo te zien. Mm. Ze zag hem bij ons in de montagekamer. En dat was ze... Nou, wel zeer door aangegrepen. Van jeetje, ja, dat is mijn leven. Ja. Het is hartstikke blij mee inmiddels. Was ze toen ook, hoor. Ze vindt het prachtig. Ze vindt het recht doen aan haar broer. En ze vindt het recht doen aan haar verhaal. Maar wij hebben in 2 jaar tijd zeg maar, de hele route gelopen die zij in 30 jaar heeft gelopen. Ja. En we liepen tegen dezelfde Kafka-achtige dingen aan. Ja. Ze is heel erg blij met de bevestiging en de erkenning dat haar broer een mens is. Hmm. En gewoon heeft geleefd. En misschien nog wel leeft. En ze is blij met de erkenning dat ze niet gek is. Dan heeft ze ook wel eens gedacht van, misschien ben ik gewoon een zeikert die maar niet op wil houden. Maar nu komt ze er misschien achter dat er veel meer mensen daar begrip voor hebben als zij dacht. Dankjewel Jaap voor de mooie film. En voor het onbevredigende gevoel wat ik nu heb, waar Toos dus al 30 jaar mee leeft. Ja, voor dat inkijkje. Heel goed. Bedankt. Tweedoc.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.